Burgemeester, nou moet u wel eens vaker lintjes uitreiken, of mag, moet ik eigenlijk zeggen, maar u had nou wel heel veel tekst, hè? Ja, en dan had ik eigenlijk nog krap genoeg aan de pagina's die ik heb. Ik heb wel zo'n stelregel, meer pagina's moeten het er niet worden. Maar het was nog moeilijk om het binnen die aantallen te houden. En, kijk, Jeroen heeft zoveel gedaan dat het volstrekt oneerlijk zou zijn om daar maar een deel van te noemen. Ja, en het moet ook nog een beetje verpakt worden. Dus dat, het kostte veel papier. Maar ik vond het wel heel leuk om te doen, want alle verhalen zijn eigenlijk bijzonder. En dat maakt het extra leuk voor je als burgemeester om dat uit te spreken. Wat mij opviel was dat u eindigde met de woorden dat het Zijne Majesteit had behaagd bij koninklijk besluit. En dan kwam er een datum in april. Ja, het was al lang geleden gepland, maar er waren altijd redenen om het uit te stellen. En dat is heel jammer. Dus hij lag al even op de plank. En ik ben heel blij dat we hem nu niet meer langer hoeven te bewaren. Jeroen, wel een mooi moment. 10 jaar na de start eigenlijk van het Singelpark, hè? Ja, ongeveer 10 jaar inderdaad. Ja, ja, nou het zegt. Hoe kijk jij terug op deze bijeenkomst? Want ik hoorde je volgens mij net iets zeggen van nou, op een gegeven moment ging me iets dagen. Ja, ja, ik zag, ik was eerst met Stadslab een brainstorm aan het doen. En toen kwam ik hier binnen en zag ik andere stadslappers denken, oh, leuke Leidenborrel. Toen zag ik ineens mijn vrienden. Ik denk van, hey, gaan die zich allemaal bij Stadslab aansluiten? Maar toen zag ik mijn ouders, nou die gaan zich zeker niet bij Stadslab aansluiten. Dus toen begon het een beetje te dagen en toen zag ik de burgemeester. Dus ik geloof dat ik nu weet wat er aan de hand is. Leuk om zo gewaardeerd te worden? Ja, hartstikke leuk. Ja, het heeft altijd wel iets dubbels, want ik vind het leuker dat de dingen die ik doe centraal staan en iets minder, weet je wel, dat ik zelf centraal sta. Maar wat ik wel merkte is, als je in de zaal kijkt en je ziet alle mensen die op wat voor manier dan ook hebben meegeholpen aan dit hele verhaal en die ook heel belangrijk voor mij zijn geweest, dan voelt dat wel heel erg als een heel erg warme aan, zeg maar. De burgemeester zei, we moesten gewoon een moment kiezen om dit een keer te doen, maar het is geen afscheid. We hoorden ook al, er is net een document of zo met 50 punten overhandigd aan de gemeente die nog aandacht behoeven. Nou, laat ik dat maar aan de burgemeester vragen. U bent nog niet klaar. Nee, anders had ik ook wel ontslag kunnen nemen. Dus gelukkig is er nog iets te doen. En heel veel van de punten ben ik van overtuigd. Die inspireren ook om zaken nog beter te maken dan ze zijn. Want dat zien we allemaal wel. Het Singelpark is misschien wel nooit af. Er zijn nog zoveel elementen van het oorspronkelijke idee waar we nog aan moeten werken. De buitensingel, om die een keertje goed te sluiten, om daar ook fijn te kunnen wandelen. Er zijn nog allerlei plekjes, ook aan die binnensingel, die nog niet helemaal goed af zijn. Bij de centrale, er zijn nog plekjes die nog veel mooier kunnen dan ze nu zijn. Nou, gelukkig nog volop te doen. Nou, dit klinkt volgens mij bemoedigend, Jeroen. Zeker. Ja, nee, het werk is nog lang niet af. Dus ik moest wel zeggen dat toen ik die hele opzomming hoorde, weet je wel, je denkt van jeetje mina, misschien kan het even een tikkie minder met al die initiatieven. Maar tegelijkertijd, ja, de hele tijd, je rolt van het een in het ander eigenlijk, weet je wel. Dus bijvoorbeeld die bruggen van het Singelpark waren opgeleverd. Ik denk van, hoeveel bruggen zijn er? Dan denk je van, oh, we hebben meer dan 100 bruggen. Oh, het zou gaaf zijn om daar overheen te rennen. Hopsakee, Tjeerd Scheffer, Bellen van de Leiden Marathon, om te kijken of we een 100 bruggenloop kunnen organiseren. En, weet je, en zo gaat het maar door de hele tijd. Je rolt van het een in het ander. En als er dan af en toe eens iets doorgaat waar mensen echt blij mee zijn, zoals het Singelpark, dan is het natuurlijk een stimulans om af en toe nog eens iets nieuws uit te proberen. Nadat Sinterklaas vorige week feestelijk zijn intocht in Leiden vierde, deed de Goedheiligman afgelopen weekend de buurgemeente van de sleutelstad aan. In Oesgeest voerde Sint heen en weer over het Oesgeesterkanaal. Zo'n 100 kinderen zwaaiden vanaf de kant naar de Goedheiligman. Daarna werd Sinterklaas officieel ontvangen op het gemeentehuis. Ja, dat moet zo doen, hè? Tegenwoordig. Hartelijk welkom, fijn dat u er weer bent. Wat fijn om hier weer in Oesgeest te zijn. Ja, en dat is alweer een hele poos geleden, want vorig jaar ging dat niet door, hè? Dat klopt, dus alweer 2 jaar geleden. En u bent wel een stukje ouder geworden en grijzer, zie ik. Ja, vindt u? Ja. Ja, ik doe toch mijn best om een beetje jonger uit te zien. Maar ja, dat lukt dus niet. Nee, dat niet helemaal. Maar hoe lukt u dat dan iedere keer? Ja, daar hebben we zo onze geheimpjes voor.
en deelde de pieten strooigoed uit in de winkelstraten. In Voorschoten verzorgde de pietenband van muziekvereniging Laurentius een spectaculair optreden. Daarna reed Sint-Nicolaas in een rode oldtimer door het dorp. Achter hem volgde burgemeester Nadine Stemerdink. Zij werd gereden in een antieke brandweerwagen van de Voorschotense brandweer. Aan het einde van de middag ontving de Zoeterwoudse burgemeester Fred van Tricht de goedheiligman in Zoeterwoude-Rijndijk. Ja, het gaat goed in Zoeterwoude. We moeten wel opletten natuurlijk. Maar Sint is volledig gevaccineerd, zegt hij zelf. Dus dat is al geruststellend. Wat gaat er gebeuren? Nou, Sint gaat even een flink toertje door Zoeterwoude-Rijndijk maken. En ik heb de route gezien. En ik heb gezien dat hij gaat wandelen. Dus dat wordt wel een uitputtingsslag voor hem volgens mij. Ter vervanging van de traditionele spelletjesmiddag in centrum De Eendekooi liepen Sinterklaas en de Pieten langs de meeste huizen in dit deel van de gemeente. Piet, wat gebeurt hier allemaal? Nou, ik ben make-up Piet en ik zorg dat iedereen heel erg mooi is. Kijk eens, voor Sinterklaas. Ik heb zelf ook mijn best gedaan. Hoi. Ben je tevreden? Zeker. Jullie ook? Ja. Ja, heel tevreden. Heel mooi. Het is een spannende dag vandaag. Achter mij arriveert zometeen Sinterklaas in Oegstgeest. En anders dan andere jaren vaart hij dit keer alleen langs, maar wordt hij ook warm onthaald in het gemeentehuis. Ik denk zometeen met die brug gaat het helemaal fout, maar het ging goed gelukkig. Zien ik u nog even tijd, voordat u weer naar Spanje reist. Kom maar. Sinterklaas? Ja. Er gebeurde heel veel op de boot, hè? Wat heb je allemaal gezien? Pieten. Dag Sinterklaas. Dag. Ja, dat moet zo doen, hè? Tegenwoordig. Hartelijk welkom. Fijn dat u er weer bent. Wat fijn om hier weer in Oegstgeest te zijn. Ja. En dat is alweer een hele poos geleden, want vorig jaar ging dat niet door, hè? Dat klopt, dus is alweer 2 jaar geleden. En u bent wel een stukje ouder geworden en grijzer, zie ik. Ja, vindt u? Ja. Ja, ik doe toch mijn best om een beetje jonger uit te zien. Maar dat lukt dus niet. Nee, dat niet helemaal. Maar hoe lukt u dat dan iedere keer? Ja, daar hebben we zo onze geheimpjes voor. Wilt u die met mij delen? Strakjes. Ja. Oké. Okay. Maar hartstikke fijn dat u er weer bent. Ja. En ik stel voor dat we naar binnen gaan, want het is natuurlijk toch een beetje koud. Wat een mooi gemeentehuis hier, zeg. We hebben het onlangs opgeknapt en dat heeft wel een beetje geld gekost. Ik heb dat gelezen, ja. Maar het is een monument. Dus dat betekent dat je wel het goed moet onderhouden. Ja. Want anders gaat het verloren. Anders gaat het verloren, zo is dat. Dus ja. Waar gaan we heen? We gaan die kant op en dan gaan we naar wat bij ons heet de trouwzaal. De trouwzaal? En dat is wel een hele mooie zaal ook. Nou, vooruit. U geeft nu al zoveel jaren cadeautjes aan anderen, aan de kinderen, dat wij nu ook eens een keer wat aan u willen geven. Ja. En natuurlijk als u straks op 5 december op uw verjaardag weer teruggaat, dan krijgt u het misschien wat rustiger. En het zou kunnen zijn dat u zich een beetje gaat vervelen, dat weet ik niet. Maar om dat te voorkomen, hebben wij hier een cadeautje voor u. En dat is de puzzel van Oegstgeest. Ach, wat leuk. Dat u dan met deze puzzel gewoon heel vaak aan Oegstgeest denkt. Ja, nou dat is zeker. Fantastisch zeg. Kijk eens even, Pieten. Dat kunnen we dan, als wij weer terug zijn in Spanje, dan kunnen we die puzzel maken. Meestal doen we dat zo'n beetje januari, februari, zijn we allemaal een beetje uitgerust. Ik heb wel gezien, hij is
erg lastig hier, want dit lijkt allemaal heel veel op elkaar. Dat is allemaal licht. Het zijn wel 1000 stukjes. Ik kwam net van hockey af, dus ik kon me niet verkleden. Hoe had je graag verkleed gegaan dan? Ja, ik heb van mama een pietenpak gekregen, maar ja, was te laat. Jij ziet er wel mooi uit, hè? Wil je zeggen hoe je verkleed bent? Paardenpiet. Oh, en waarom Paardenpiet? Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laasje. Dank u Sinterklaasje. Een applaus voor oma. Hey! Hey! Sinterklaas is aangekomen in Oegstgeest. Mijn pepernoten zijn binnen en vanavond ga ik zeker mijn schoen zetten. Dit gebouw moet straks vervangen worden door een knoepert van een gebouw, 3 hoog. Op landgoed Endegeest komen een flink aantal nieuwe gebouwen. Een raadsmeerderheid is voor de plannen, maar niet iedereen is er even blij mee. Nou, onze voornaamste bezwaren die richten zich op het feit dat de bouwhoogten van de te verbouwen gebouwen veel te hoog wordt ten opzichte van het kasteel. Dat is 1. Het tweede punt is dat de parkeergelegenheid in het gebied die wordt heel erg vergroot. En komen dus allerlei parkeerplaatsen. Het past hier niet, het is te volumineus. Dat is een opmerking die zie je ook bij veel inspraakreacties. Bijvoorbeeld van de historische vereniging Oegstgeest. Heel duidelijk zeggen van het bouwvolume wordt te groot. En er gaat hier ook te veel zorgwoningen ontwikkeld worden. Wat is daar het probleem van dan? Dat het hier straks helemaal vol staat. En in een breder perspectief dat straks ook dit gedeelte van Oegstgeest straks heel druk wordt met automobiliteit. Met een gebrek aan groen voor mensen, openbaar groen. Er is al eens een wethouder gestruikeld over de plannen met het gebied. De huidige wethouder vindt dat er nu een goed bestemmingsplan ligt. Begrijp ik wel, mensen maken zich zorgen. Hè? Want als je ergens een nieuw gebouw neerzet of je breidt een gebouw wat uit, dat je denkt, ja, wat gebeurt er dan met die prachtige bomen die er staan? Wat gebeurt er met het groen? Kunnen we hier nog wel wandelen? Dus dat zijn dingen waar mensen zich zorgen over maken. Maar dat is helemaal niet nodig, want het blijft publiek toegankelijk. De parkstructuur blijft intact. En ik ben er zelf van overtuigd dat juist daar waar we toch wel ook wel met panden die heel slecht onderhouden zijn in de afgelopen 20 jaar, dat er eigenlijk iets moois voor terugkomt. Sinds het begin van de coronacrisis werd in Leiden-dorp het balkonbewegen georganiseerd. Maar liefst 80 woensdagen lang werden verschillende seniorenflats bezocht en werd er met elkaar bewogen. Dit succesvolle initiatief leidde zelfs tot de Nationale Balkonbeweegdag, maar in Leiden-dorp is nu het doek gevallen. Het geld is op en nieuwe geldschieters zijn nog niet gevonden. Nou, dat vind ik heel erg verdrietig en ik merk ook dat mensen verdrietig zijn. Dat is echt een hele dag afscheid nemen. En dan met de overtuiging, tenminste, ik zeg heel overtuigend tegen alle mensen, we komen terug. En dan gaan we ons best doen. Het is zo heerlijk om te doen. We komen er allemaal voor naar buiten. En weer of geen weer, alleen als het glad is niet. Maar het is ook sociaal gebeuren. Hè? Je kijkt al naar de tijd of Nathalie aankomt. En dan staan we al even met elkaar te praten. Nu dan 1,5 meter afstand. Maar het is voor ons een gouden momenten. Dus we zullen het missen deze tijd. We zouden het vreselijk vinden als het echt nooit meer doorgaat. Hoe je daar nou weer een oplossing voor kan vinden. Hè? Ze staan gewoon te wachten tot ik kom elke woensdag weer om 12 uur. Ik ben er meestal zo 5 over 12, 10 over 12. Dan kom ik eens even gelijk een praatje doen. En gaan we al beginnen. Dus ik ben toch bang dat nu voor hun toch ook weer stopt. Ze hebben minder contact met elkaar. En het wordt nu sowieso ook weer kouder. En mensen blijven meer binnen in deze tijd. En ik vind het gewoon sowieso heel belangrijk dat de mensen in beweging blijven. En zelf doen ze het toch wat minder. Ze vinden het moeilijker om het alleen te doen. En dan kijken ze gewoon echt naar die 1 keer in de week. Ook al is het maar 1/2 uurtje. Ze kijken er gewoon echt naar uit. Dus het had leuk geweest als we nog even door hadden kunnen gaan. Wij hebben om een jaar lang met balkonbewegen op 4 locaties te verschijnen. Dus even voor de duidelijkheid. De vrijwilligers kosten niets. Het gaat enkel maar om de sportlerares die vergoed moet worden. Is 4680 euro voor een volledig jaar.
Dus het gaat niet om veel geld, maar stop is een stop. Kijk, het is iets zoals je hier ziet. Het is begonnen vanuit een coronaprobleem. Dat we met de clubhuizen dicht moesten. En we zijn de mensen toegegaan. Maar we zijn er pas later achter gekomen dat er veel meer als alleen bewegen is. Het zit nu in het systeem bij de mensen. Woensdagochtend hebben ze vrij gehouden voor balkonbewegen. Dus ze worden er fysiek beter van. Het heeft heel veel sociale contacten opgeleverd. Ze komen bij elkaar op voor een kopje koffie. Er worden soms mensen verzorgd omdat ze ziek zijn met een kopje soep. Dat zijn dingen die wij van vroeger allemaal herkenden. En die ook bij deze groep mensen wel bekend zijn, maar weer aangewakkerd zijn. En nu wordt het een gebrek als we weggaan. Dus ik heb zo'n beetje het idee dat naast de zorg die gebracht wordt in huis, steunskousen aantrekken, noem maar een paar dingen op, dat er ook een soort sociale en beweegvorm kan komen aan de deur, zoals hier. Een hoop mensen natuurlijk, maar het is best wel druk. Dus ik weet niet, het enige wat ik nog heb is zou morgen zijn. Heb ik nog één plekje om 12:30. De telefoon gaat de hele dag door. De mensen willen allemaal de afspraken voor over een week of 2-3 verzetten naar nu. Wat eigenlijk niet mogelijk is. Ja, iedereen die binnenkomt nog even gauw van kan het nog. Ik zou zaterdag een weekendje weggaan en dat ik ga maar werken. Ja. Heel hectisch allemaal. Morgen ja, morgen hopelijk dat we daarna ook nog open zijn, maar we moeten het afwachten wat er morgenavond gaat gebeuren. Ik ben bang dat alles dicht gaat. Nou ja, in ieder geval de kappers en de beroepen op 1,5 meter afstand dat niet gewaarborgd kunnen worden. En ja, dus daarom ben ik even snel nog naar de kapper gegaan. Ik werk helaas part-time en ik werk net iets te kort, dus vorige keer heb ik ook helemaal niks gekregen. Dus het heeft voor jou grote gevolgen? Ja, het wordt heel creatief boodschappen doen. Hey, doeg. 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 Dat is perfect. En dan drinken we ook alcoholvrij. Maar ook wel een gewoon wijntje. De komst van een bijzondere slijterij maakt de tongen los in het Leiderdorpse Winkelhof. Op 1 december opent er een drankzaak waar geen alcohol wordt verkocht. Prima, maar ik lust liever iets met alcohol. Ja, ik heb wel eens wat van die non-alcoholische cocktails gedronken. Het kan best verrassend lekker zijn, maar blijft dan altijd wel voor mij een soort frisdrank. Ja. Ik geloof niet dat ik zo'n fan ben, maar dat ligt waarschijnlijk aan de naam. Geef mij maar gewoon een wijntje en een biertje met alcohol erin. De naam is Van de Neut, dus... Dat zal het zijn. Voor ondernemer Wim Boekema was het een logische stap om een alcoholvrije slijterij te beginnen. Ik hou heel erg van sporten, ik hou ook voor sociaal bezig zijn. En ja, waar je uiteindelijk tegenaan loopt, wat waarschijnlijk voor heel veel mensen herkenbaar is, is dat je de avond daarvoor een drankje te veel hebt gedronken en vervolgens denkt, oké, ja, ik wilde sporten of ik wilde met mijn kinderen spelen en ik ben nu even wat minder helder dan normaal. Toen kwam ik tegen een aantal alcoholvrije dranken aan waar ik van dacht, oh, dit is eigenlijk best wel lekker. Tegelijkertijd wilde ik heel graag voor mezelf iets beginnen. En toen heb ik het ene met het andere gecombineerd. En nu staan we in zaak nummer 3. Wat koop je eigenlijk bij een alcoholvrije slijter? Een biertje en een wijntje op zijn tijd. Misschien wel iets anders nog. Bier vind ik uitstekend. Soms merk je het verschil nog geen eens. Maar ik weet dat zonder alcohol, alleen omdat ik sterke dranken toch wel een liefhebber van ben, van dat de whisky het beste smaakt. Dus stel je voor, je staat op een feestje en je hebt je 8e cola gedronken. Weet je, ik denk dat je dan wel weet waarom je alcoholvrije volwassen drankjes wil hebben. Bijvoorbeeld alcoholvrije gins, alcoholvrije tequila. We hebben alcoholvrije rums. Dit is een Zweeds drankje. De bieren hebben we. Ja, en dan hebben we wijnen, bubbels. Als de shop hier open gaat, hebben we meer dan 30 verschillende wijnen staan, meer dan 80 verschillende bieren en meer dan 40 verschillende spirits. Nee, sorry, het is niet aan mij besteed. Er zijn ook altijd mensen die je op bezoek krijgt die geen alcohol willen en dan toch wel het smaakje van het alcohol willen hebben. Ja, dat lijkt me wel leuk, want ik bedoel, bier en dergelijke is ook allemaal heel erg meegevallen. Iedereen moet zijn eigen boodschappen kunnen doen, toch? Wat hij zelf wil.